2023 is eigenlijk nog maar een maandje of twee aan de gang en de ene na de andere potentieel grote titel komt op ons af. We reviewen ons momenteel helemaal de pleuris. We reviewen ons wallen. We reviewen ons wallen inderdaad. En daar kwam deze week nog een titel uit die potentieel wel eens een krakertje zou kunnen zijn. Atomic Heart. Skate, Jelle en ik hebben deze game het afgelopen weekend gespeeld. En even heel kort uitleggen. Het is een beetje een Bioshock-achtig shooter / RPG waarbij je een mysterie dient te ontrafelen in een fictieve Russische setting 1955. Alternate reality in principe. Ja, er is een hele hoop aan de hand. Jelle, kan jij het verhaal vertellen? Ik vind het verhaal namelijk best wel even tricky. Het stomme is alleen dat ik ben natuurlijk niet helemaal begaan met alle Russische namen. Maar volgens mij heet jij CNF? Sessionov, inderdaad. De Sessionov is volgens mij de man die iets ontwikkeld heeft. Jij werkt voor Sessionov, want jij gelooft heilig in waar hij mee bezig is als wetenschapper. Jij bent al P3. P3, ja. P3, precies. Jij bent P3. Je ziet hem hier een soort van elite getrainde soldaat / een soort van, noem je dat, spy government agent. Mm-hmm. Die is ingezet inderdaad door Sessionov. Die erachter moet komen waarom robots van een andere Russische, in dit geval een soort van scientist, waarom er iets mis is gegaan en waarom ze mensen zijn gaan aanvallen. En dat is eigenlijk waarmee je de game begint. En uiteindelijk, net zoals dat inderdaad in Bioshock gebeurt, zal je zien dat er heel veel dingen om het hoekje komen kijken. Waarom? Mijn hemel. Er gebeurt op een gegeven moment heel veel. Het is bijna echt zo'n Russisch boek, spionageboek. Maar dan in een fictieve setting met heel veel namen dus die voor ons heel erg op elkaar lijken. Dus dat was in het begin wel eventjes wennen. Ja. Dus feitelijk hebben ze een soort van neuro-implant gemaakt waarin mensen robots kunnen besturen. En die robots die zijn weer zo slim dat ze alles kunnen doen. Feitelijk kun je met een neuro-implant ook meteen bijvoorbeeld een chirurg worden of een dokter. Alles kan. En dat allemaal ter ere van het Russische Rijk, zodat de gewone werknemer straks gewoon zijn handen ze vrij heeft om gewoon lekker te leven en lol te hebben, want al het kutwerk, het handwerk wordt gedaan door robots. Eén probleem, er is iets mis met die robots en die vallen opeens als een malle mensen aan. En dat is niet de bedoeling. En jij gaat onderzoek uit omdat jij gelooft heilig erin dat wat Sessionov zegt, want door hem wordt je op pad gezet, dat dat waar is. Nou, dat is gewoon die opdracht, dat is gewoon je baas. Dus je gaat gewoon dat doen. Ja, en gaandeweg, zoals bijna in elke film of game, kom je erachter. Of althans, ga je steeds meer twijfelen aan de motivatie, de integriteit, de goedheid daarvan. Van oké, ben je wel gewoon op het juiste pad hier en ben je wel de juiste beslissing aan het nemen? Ja. Op een gegeven moment inderdaad zijn er bepaalde mensen gaan dood en alsnog komen ze met bepaalde berichtgeving of motivaties waarom ze dingen gedaan hebben. En dan ga je natuurlijk als gamer achter de knoppen ga je al denken van, ik vind zelf hier dit van. En dan later wordt het soms wel onderuit gehaald, soms ook niet. Maar aan de andere kant word je natuurlijk ook wel geleid door wat de gamemakers hebben bedacht van hoe het verhaal loopt. Ja. Waarin niet altijd strookt, maar je en lekker geheen en weer wordt af en toe. Ik vraag nu even heel rustig aan de regie of die misschien een van de filmpjes die helemaal bovenaan staan, die ik gecaptured heb, die zijn een beetje van het begin. Eigenlijk de eerste 20 minuten van de game. En ik ga hem er gewoon ingooien. Ik vond het een van de mooiste begins. Dit is niet het luchtschip. De auto in de lucht willen we graag. Ja, ook de processie en alles erop en eraan. Maar ja, juist. Totale insanity. Zo'n kleurrijke wereld waarin je doorheen vaart. En het verhaal wordt verteld op een hele toffe manier. Toffe manier?
Ja, gewoon de voice-overs door, door het oortje. Wat in principe door de hele game en wat we kennen van Bioshock. En ik ben nu een soort van een mooie, toffe manier. Nee, het is niet anders dan heel veel andere games. Maar het was inderdaad, het is gewoon een hele goede establishment. Je begint namelijk op zo'n floating disk in de lucht. Wat dus nou, dit is er eigenlijk al een stukje. Het gaat mij om dat je met die boot die optocht en zo, de slingers. Overal. En je ziet veel. Ik dacht op een gegeven moment van, ik wil die optocht gewoon gaan zien. Gewoon kijken wat er gebeurt. En ik ga naar optocht toe. En ik zie daar ook verschillende dingen gebeuren in die optocht. En hele het was een soort van blablabla day. Er was een viering van een bepaalde technologische dag. Exact. En er gebeurde van alles in de stad. Het is de release van die dag. En dan gaat eigenlijk alles fout. En dit hoort er eigenlijk ook wel bij. Dit geeft je een soort... Toen ik dit speelde, toen dacht ik... Holy Ja, maar dit is natuurlijk de omgekeerde shit. Bioshock Infinite. Ja. Waarin je van de grond naar de lucht gaat. En nu ga je hier van eventjes van de lucht. Waar dus inderdaad de government instelling zat. Waar je eventjes de opdracht kreeg. Ja. En je landt hier letterlijk bijna. Je ziet hier, je krijgt hier net zoals, dat is ook heel Russisch eigen. Ze willen altijd van alles en nog wat een tour geven. En laten zien waar ze allemaal trots op zijn. Ja. Want dat hebben we ook wel eens gehad met Gamekings trips. En dan beland je letterlijk eigenlijk bijna op de grond. En precies dat moment gaat het mis. En beginnen robots je aan te vallen. En heb je ziet van wat de fuck gebeurt er. Maar het is ook gewoon... het is iets wat ik gewoon... Ik bedoel, het is ook nog... Ik vind het echt next gen. En jij appte me ook al van... Jezus, is dit... Deze uitgever, bedoel, komt eigenlijk vanuit het niets. Ze hebben wel iets gemaakt, maar dat ik zou niet eens weten wat het is. Het doet er niet toe. Een VR-project wat ze vroegtijdig hebben afgesloten. Ja, en dit is... Nou, weinig developers die op dit moment dit gemaakt hebben. En het zijn geen newbies. Het zijn dit zijn wel allemaal veteranen uit de industrie die zijn samengekomen. Ja, nee, maar niemand verwacht dit. Nee. En ik moet wel heerlijk zeggen, dat begin is fenomenaal. Ik schaar het voor mezelf bij een van de vijf mooiste openingshalf uren van een game. Tof, ja. Daarna, snap ik. Ja. Het geeft je wel een klein beetje een verkeerd... Nee, jij hebt gelijk. Ja. Hier het lijkt heel groot. Aan de andere kant is het ook wel alles wat je hier, waar je hier omheen vliegt, is ook wel waar je kan komen. Weet je, al die gebouwtjes en wat dan ook, daar kan je wel heen. Maar het klopt dat hij dus... Ja, ik vind het aan de ene kant heel erg sterk gedaan. Die intro sowieso inderdaad. Daarna kom je in eigenlijk het grootste complex. Want je bezoekt dus in deze grote open wereld bepaalde complexen. Soms voor het verhaal, soms ook alleen maar om een wapen te vinden. Of weet je, om echt open world exploration dingen te doen. Maar hierna word je dus vrij snel. Dus je hebt een half uur introductie. Dan heb je een kwartiertje klein beetje gameplay, tutorial-achtig. En daarna ga je het eerste complex in. Ja. En nou ja, daar zit je echt uren vast. Ja. Maar daardoor heb je zoiets van, Jesus. En dat zei ik tegen jou, van die game is volgens mij zo immens. Omdat ik ben al 6, 7, 8 uur bezig in het eerste complex. Ja. En ik ben nog niet buiten geweest. Nou ja, op een gegeven moment kom je dan buiten. En ja, dan dat zijn een beetje twee verschillende feels. Dus onder de grond, de complexen en naar buiten. En buiten is het in principe ook best wel een open wereldachtige opzet. Maar hij is minder rijk. Nou, anders inderdaad. Hij is de ster is wel de complexen, de gebouwen. En vooral wanneer het verhalend is in de... Want dan hebben ze echt heel meticulous gepland. Oké, dit is de opzet van het gebouw. Dan gaan we eerst hierheen en dan gaan we dan. En dan speelt daar zich daar af en dan krijg je een cutscene en wat dan ook. Ja. En inderdaad, hier de open wereld is... Nou ja, het is allemaal verkeerd gegaan. Dus het is qua dystopische setting werkt het heel goed. Hyperagressieve kippen? Als je daar tegenaan loopt, dat is een grapje van ze. Dat is een soort van, je ziet ze ook hier op de map. Af en toe dan, dit is dus een scan vision. Een soort van om te zien wat er gebeurt. Nou ja, sommige beesten zijn dus gewoon hostile. Zijn ze niet, maar ze zien wel op de map zien ze eruit als hostile. En het is heel, wat ben jij nou... Is dit mijn gameplay? Zit jij nou een je gaat hier gewoon een varken slachten? Ik had honger. Het is niet haram, hè? Het is geen survival game. Oh, skate, man, nee. Maar, ik wil gewoon even weten, voor reviewing purposes, wat dat zou doen. Ja, dat is waar. Je kan hem ook wel afslachten, hoor. Maar heb je toch af en toe wat soort van, rare rode hekken, weet je? Een soort van, hier mag je niet op deze manier langs. Nee, het is zeker geen open wereld. Nee, niet zo als dat ik had verwacht. En aan de andere kant, er bevalt bijvoorbeeld ook heel weinig te doen in de wereld. Behalve gewoon van A naar B verplaatsen en resources verzamelen. Ja, er zijn je kan in de kaart, maar de UI gaan we het zo nog wel even over hebben. Daar kun je dan inderdaad wat
andere dingetjes nog vinden. Wat vraagtekens staan er op de map. Ja. En daar kun je ja, een paar. Maar wat je daar kan vinden is gewoon loot en dit soort dingen. Exact. Blueprints, dat soort dingen. Ja. Ik vond het niet zo leuk vertoeven buiten. Nee, eerlijk te zijn. Ook niet. En ik had er toen ik had natuurlijk de gameplay trailers en wat dan ook gezien. Toen had ik zoiets van oh. En ik had ook juist na die eerste aan het eind van het eerste complex was ik ook wel dat complex. Spuug zat, ja. Heb ik de hele tijd er rondjes fijn dat je even buiten bent inderdaad. Ja, daar had ik echt zin in om naar buiten te gaan. En toen kwam ik naar buiten en toen dat voelde niet als de ster of zo. En dat had ik wel verwacht. Nou, juist omdat dat begin zo rijk was met mensen die rondlopen. En wat ik tof vind is al die ik ben vaak genoeg in het Oostblok geweest en Rusland, weet je, die posters en zo, die setting van Sovjet-Unie dik ik heel erg. Maar dat is dan niet helemaal zo. Laat ik even een stukje van de gameplay uitleggen, want het draait eigenlijk om 60. Goed. Actie, dus het uitschakelen van robots. Ja. Als je dat wil, want stealth is eigenlijk wel veel handiger en de game dwingt je eigenlijk wel een klein beetje om stealthy te zijn. En daarnaast doe je exploratie en vooral puzzels. Nou, daar wil ik straks wel even wat nuance in aanbrengen in het stealth, maar je hebt gelijk. Ja. Puzzels en Klein beetje platformen ook. En een klein beetje platformen. En door dat te doen, met name door de actie, vind je allemaal dingetjes, kun je gewoon looten als het ware. En daarmee kun je in een veel te ingewikkeld systeem alles opgraden. Ja, ik vind dat goed. Jawel, onnodig complex. Onnodig complex. Het upgraden en het craften en wat dan ook. Jesus Christ. Nee. Jawel, maar ik bedoel, alleen al hoe kom je van je wapen naar je systeem boven toe. Ik vond dat zo misschien is dat dan... Je hebt op PC gespeeld. Je touchpad zie ik al. Dus je drukt op je touchpad en je zit bij je skills. Ja. En ik moet wel zeggen, het is gek dat het niet in één menu zit. Je hebt twee menus, of eigenlijk drie. Ja. Dus jullie hebben misschien wel gelijk, UI-wise. Je hebt gewoon het startmenu. Weet je, options, continue, load game, dat soort shit. Je hebt dit menu, wat eigenlijk in principe natuurlijk wel alleen bij zo'n craft station gebeurt. Bedoel ik van je... Ja, je moet dan met je D-pad... Dit ken je toch gewoon van COD? Weet je, gewoon levels, perks, opzetjes. Maar het is muis-related. Terwijl ik met een controller speel. Weet je, het is gewoon... Op een gegeven moment had ik het volledig door, hoor. Maar het is een beetje... De laatste tijd zie je dat veel. Gewoon van hebben ze gewoon een PC en laat het gewoon lekker zo. Ja, nee, maar dit is inderdaad dan die machine die je craften laat upgraden. Of je inventory management laat doen, zien. En dan heb je nog inderdaad de map met de lore en de nog iets... waar je dus echt bijna nooit... ik gebruik van maakt. Nee. Feitelijk ga je de game door save points. Dat zijn die kamertjes die je net zag met een rood machientje. En dan kan je dan saven. En verder rest is het gewoon levels afwerken. Tot je op een gegeven moment waarschijnlijk bij een grotere baas tegenkomt. En die moet je dan verslaan. De gameplay is een beetje, ik noem het even een beetje Resident Evil-achtig in de zin. Weinig munitie. Munitie is schaars. En de gameplay, de besturing is iets wat klunky. Ja. Waardoor je met name als je melee gaat doen, wat toch wel in het begin zeker een onderdeel is, omdat je nog niet alle wapens hebt. Ik had heel erg een probleem en ik had hem op een gegeven moment wel vrij snel. Dat ik die vijanden zijn soms heel snel, dat ik ze gewoon niet kan volgen. En dan word ik in mijn rug aangevallen. Of ik word in een hoekje gedrongen, per ongeluk. Dat. En dan zit ik vast en dan gaan ze met z'n vieren op elkaar inhakken en dan kom je niet uit. Met geen mogelijkheid gewoon. Met je, met je abilities niet, met je wapens niet, met sprongen niet. Nee. Als je gewoon ergens vast zit, dan reken er maar gewoon op dat in 99 van 100 gevallen jij zal moeten herstarten. Er zit iets raars in tussen het feit dat je dus dat die levels niet buiten, vooral maar binnen, best wel gevuld zijn. Weet je, hier en daar gewoon een soort van ligt er een doos en dit en dat, wat er dus heel qua immersie goed uitziet. Zoals hier, weet je ook. Er gebeurt veel. Er ligt veel. Maar in combat merk je dus dat er zo'n kennis die in de weg ligt, dat de feel van de gameplay niet smooth genoeg is om je niet dood te laten ergeren aan al die dingen die er liggen. Want de hele tijd zit je, godverdomme, ik wil hier naar links. En dan kan het niet, want dan ligt er iets. Ja. En daarvoor is het inderdaad, dan voelt het net te clunky. Een perk daarbij, of iets wat ik daar wel weer over wil zeggen, is hoe cool... Ik heb dat nog nooit zo lijp gevoeld als je iemand op zijn hoofd schiet hier. Dan gaat daar het plakje huid eraf. En dan zit er een soort van zwarte, weet je, als het bij een robot is, zit er een zwart ding. Als je iemand precies zo een jaap geeft met een melee-wapen, zit er precies zit er precies zo een fucking jaap over zijn gezicht. Dat vond ik echt heel erg fucking cool. Dus ik vond de melee wel heel vet. Omdat... Ik zeg ook niet dat het niet vet is. Het is soms... Ja, behoppen. Clunky. Het is een beetje clunky af en toe. En daardoor kan het soms frustreren. Maar ik geef het toe. Ik bedoel,
Heb je dat wel zo rijk gevoeld? Dat waar je raakt, het ook. Kijk, soms heb je wel eens games, weet je, dan kan je iemand in zijn voet schieten en dan gaat hij limpen. Nou, dat is hier misschien weer net iets anders, want het zijn robots. Dus op een gegeven moment kappen ze gewoon met werken. Ja. Maar visueel voelde dit zo lijp, hoe je sommige vijanden te lijf gaat en dat het zo overeen kwam met wat je aan het doen was. Dat vond ik echt indrukwekkend. Ik vond sowieso de wapens, het geweld voelt lekker aan. Ja, zeker. En daarom, het schiet af en toe ook goed. Een headshot is een headshot, dat soort dingen. Alleen dus de control zelf van je bewegingen. En hoe kan het, hè? Want het is een shooter in 2023. Hoe kan het nog dat je vast zit op dingen? Of dat het niet helemaal lekker, niet helemaal smooth voelt? Dat is weird. Deel van de technische onvolkomenheden, denk ik. Die deze game toch wel rijk is. Ja. Dit is zeker geen super smooth, super gelikte game. Er valt in technisch opzicht echt wel het een en ander op aan te merken. Ja, nou, dat is wat jij net zei. Ja, daar gaan we zo naartoe. Okay. Er zit nog een ander, vond ik een heel tof, hè, het looten. Doorgaans is het gewoon van eigenlijk heel traditioneel. Je ziet een kistje en er staat een cirkeltje op. En weet je, fuck, daar zit wat in. Nou, wat doe je bij elke game? Dan moet je op een bepaalde knop drukken en dan kun je het krijgen. Gaat het laadje open? Dan krijg je het, weet je. En normaal bij dat soort games is dat je in ruimtes komt waar heel veel loot ligt. Nou, bij elke game moet je dan de hele tijd tik, tik, klik, klik, klik. Kijk, dit was het begin waar we het over hadden. Ja, daar word je op een gegeven moment best wel gek van. En zij hebben dus de mogelijkheid gewoon, je houdt de knop ingedrukt en dan... komt alles aan. Ja, maar als er een paar bureaus naast elkaar staan, moet je af en toe wel even loslaten en weer opnieuw indrukken. Anders pakt hij de volgende bureau. Maar toch, anders moet je overal op klikken. Ik vond dat het lekker gevoel, man. Stom dat in 2023 pas het ding is. Dat je gewoon zoiets van, hier, kom hier. En dat je bijna een hele kamer leeg trekt. Ja. Maar kijk, dat bedoel ik van, deze omgeving is zo mooi en alles erop en eraan. En daarna vind ik de buitenomgevingen toch wat kariger zijn. En draait het vooral om shit die kapot is en de robots, die overigens wel tof zijn, erin rondlopen. Er zitten sowieso, vind ik, veel toffe, weet je wel, die vrouwen, die robotvrouwen, weet je wel, die tegen je praten. Ja, maar het is een heel cool ontwerp. Want het ziet er echt uit als een robot uit de 50s. Het heeft bepaalde 50s design dingen. Ook, weet je, als je kijkt naar illustraties van toen. Ja. Of propaganda van toen. En als je dat dan vertaalt naar robots. Ze hebben echt sommige dingen echt heel goed gedaan. Bijvoorbeeld hier ook die bollen. Ja. Ze hebben dus inderdaad gewoon iets met rond. Of gewoon ook, hoe noem je dat? Rotors. En wat dan ook. Ze hebben een paar design elementen gepakt. En daar een hele game visuele taal omheen gedaan. Dus weet je, alles is rond. Bijvoorbeeld, alle robots zijn bepaalde rare rondjes. Ja, dat doet heel erg oud aan enerzijds, maar tegelijkertijd ook wel weer modern. Het is heel retrofuturistisch inderdaad. Ja. En dat is echt, en daarom daarboven dus die... Retrofuturistisch, ja. Ja, dat is dit. Ja, dat is dat stijltje. Ja. Ik vind dat een mooie term. Ja. Ergens een beetje een contradictie. Ja, dat is precies wat het is. Maar dus alternate reality of alternate reality of alternate history. Of wat het had een Bioshock kunnen zijn. Precies dat. Ja, meets Fallout. Maar dat is qua game is het inderdaad Fallout meets Bioshock. Dat is echt, daar kan je op instellen. Als je daarop instelt, dan weet je wat voor game je gaat krijgen. Ja. Maar dan wel met een kleine lik nu nog Europolish, zoals we dat noemen. Maar Europolis is in principe Oostblok polish. Ja. Het had inderdaad qua, behalve dus dat dit natuurlijk echt wel clearly in heel veel verschillende opzichten echt Russisch is en voelt en dus eigenlijk Oostblok en wat dan ook. Dat is de enige waarom het niet Bioshock is, want Bioshock is in en in Amerikaans. Ja. Juist in alles. En dit is dit heeft dat niet. Maar qua vreemdheid en soort van alternate reality stuff is dit echt heel erg te vergelijken met een Bioshock. Ja, ja, ik wil even toe naar de actiegedeelte. Daar zat ik een beetje in de knoop. Ik hou namelijk heel erg van actie. Ik vind knallen leuk, ik vind hakken leuk. En met name buiten. Toen kwam ik inderdaad na heel lang in dat eerste complex te hebben gezeten. Lekker naar buiten, weet je, open wereld. En lekker rondlopen, een beetje Fallout, weet je wel. En eigenlijk hebben zij die game zo gemaakt dat overal zijn de camera's die jou zien. Op het moment dat die camera jou ziet, dan ben je eigenlijk een beetje de lul. Zo. Want dan komen de robots er vandaan en is het bijna niet te stoppen. Waardoor je eigenlijk wel heel erg gedwongen wordt. Dat is heel stom. Ja? Maar gewoon weggaan. Gewoon weglopen daar. Ja, dat is heel stom. Dat dan weer de oplossing is, ja. Ja. Ja, dat is inderdaad, en dat is soms. Dus jij zegt inderdaad van, de game neigt je naar stealth. En dat denk dat je daar zowel binnen als buiten bedoelt. Ik had dat weglopen dus niet door. Nee, maar ja, dus jij probeerde stealth te gaan, maar dit is geen stealth. Je kan niet in een bosje verschuilen, want die robot ziet je gewoon. Ja, dus ja, je moet om de camera's heen lopen, maar dan
rond, ergens rondom, als je de, rond de kamer, dan kom je een robot tegen. Dus je kan die game bijna niet stealth spelen. Nou ja, en ook er binnen, zijn wel mogelijkheden om de camera's tijdelijk uit te schakelen. Ja, ik schoot ze kapot, maar dan komen die kutvliegen robotjes, ja, die maken dat, hem weer. Ja, maar dat is en binnen komen ze maar twee keer in twee. Dus dan heb je, weet je, als je een camera kapot schiet, dan schiet je vier robots daarna kapot en dan ben je clear. Ja. Want dat wordt het niet meer opgebouwd. Hier buiten blijft het, tenzij, en dat is ook heel grappig, tenzij je heel ver weg bent van zo'n robotstation, ja, waar ze een soort van die robotjes uit laten vliegen. Ja. Tenzij er heel veel, dus als je daar dichtbij in de buurt, dan blijven ze maar komen. Ja. Dus je kan niet eens stealth spelen. Nee, ja. En het enige waardoor ik het gevoel had dat die game af en toe stealth probeerde te laten spelen, was het feit dat ik weinig kogels had. Dus ik dacht van, ik kan hier niet bovenkans blazing doorheen gaan. Ja, en er was nog een ding van, ik probeer het stealth en dan kun je bijvoorbeeld, omdat er een robot, dus je hebt bepaalde gewoon echt robots, maar je hebt ook robotmannetjes en die probeer ik dan te pakken en dan kun je er naartoe lopen en dan was het RB. En normaal is het RB, dan maak je een stealth kill. Nee, dan ga je een quicktime event in, ja, en dan moet je heel snel drukken. Met een lesje, dat vond ik wel leuk gedaan, maar hoe vaak is het je gelukt om überhaupt bij die robot te komen en RB in, nou, te drukken? Nou ja, mij lukte dat wel, alleen dat RB, dat klikken lukken ging, nou, ik steeds te traag. Dus, ja, want je moet dat in stealth doen. Hij heeft je snel door, ja. Die robots die lopen heel snel een rondje, ja, echt een rondje. Gewoon, en dus die zien je heel, je kan niet snel genoeg, nee, achter die robot, nee, komen. Ze hebben vaak niet dat patroon dat je kent van heel veel andere games. Nee. Gewoon het zo, is unfigurable. En het dat is, je, hier ga ik even achteraan lopen, rustig. En dat is heel cool, maar ja, je weet inderdaad, je kan er niet rustig achteraan. Nee. Het gaat, jij loopt te langzaam voor het erratic patroon. En dat is ergens heel cool dat zij een AI-patroon hebben dat een beetje dat onafvolgbaar is. Maar dat betekent dat je er niet achteraan kan slijpen. Nee, het is daardoor erg lastig. En stukken heb ik op een gegeven moment ook omdat ik gewoon, het lukt me wel, maar ik kon er geen tempo in krijgen. Nou, dan zet ik hem maar op makkelijk. Dan nog steeds ga je, ja, dat heel had langzaam ik moeten doen, ja. Want op een gegeven moment. Nooit! Nee, maar op een gegeven moment zit er ook een stuk in. Daar ga je een brug over. Dat is al vrij aan het eind van de game. Dan moet je een brug over. En die hele brug, dat hele stuk, dat heb ik gereden. Want ik had gewoon geen tijd. Dat zit vol met vijanden. Ik weet, ja, niet hoe lang dat zou moeten duren als je dat helemaal gaat clearen. Ik bedoel, het is een hele leuke opdracht om te doen. Maar dat vond ik jammer, want dat Guns Blazing, het blijft maar komen, het blijft maar komen, het blijft maar komen. En dat, nou, vind ik dan, er moet wel een einde aan iets zitten op een gegeven moment. Nou, dat is precies, dat is een heel mooi punt. Ten eerste, kijk, de nu twee heeft dingen hij al door, daarover. Terwijl ik zoiets, ja, heb van, meestal heb je altijd wel even 1 seconde of 2 seconden om te reageren. Maar twee dingen daarover is, ja, dat ten eerste, ik weet niet meer wat mijn punt was. Godver, je had me net te pakken met wat je zei. Maar, ja. Ja, nee, nu moet, nou, maar goed, in ieder geval. Oh, de brug clearen. Ja. Op een gegeven moment ben ik gewoon bijna alles melee gaan doen. Melee. Oké. Okay. Omdat het schiet lekker, maar op een gegeven moment had ik zoiets. En dat is het stomme. En jij zei dat ook in de open review. Is dat toen ik naar buiten kwam. En dan heb je zo, Jesus Christ, overal lopen hier robots. En die zijn best wel moeilijk te killen. Uiteindelijk heeft alles wel een bepaald patroontje van, mm-hmm, van dingen. Ja. En ben ik gewoon letterlijk als een gek alleen maar health cartridges, ja, gaan maken. Ja. Maar letterlijk, dat was mijn gameplay. Was health cartridges maken. En naar buiten. En ik heb bij iedereen gewoon met een mes. Bab, bab, bab. Dus ook die brug over is hoe ik dat gedaan heb. Dat is eigenlijk heel lomp. Ja, ik heb gewoon een Lada gepakt die, ja, allemaal rood zijn. Ja, dat is ook zijn. Vet. Nee, ik ben gewoon een soort van donkergrijs tussen. Oh, oké. Okay. Ja, rood. Ja, precies. Maar voor Sparta ben ik gewoon gaan hakken. Okay, en net, wow, zo lang totdat ik er overheen. En af en toe liep ik even terug. Even wat health dingen maken. En weer verder. Ja, ja, ja. En zo heb ik bijna dat alles buiten. Heb ik gewoon hakkenderwijs gedaan. Wat ergens een beetje boring was. En toen zei je ook van, ja, maar het is raar dat die game af en toe een hele weirde difficulty spike heeft. Uh-huh. Soms zijn er ineens 2 of 3 vijanden om je heen en lukt er ineens helemaal niks. Dus in het begin had ik zoiets van, oeh, ik moet overal stealthy omheen. En op een gegeven moment merkte ik, het lukt niet. Nou, toen had ik zoiets van, nou, dan ga ik maar schieten. En dan staan er hele onduidelijke icoontjes waarvan ik nog steeds niet weet wat ze precies betekenen. Van, dit is wat de enemy soort van heel goed tegen kan, resistant. Mm-hmm. En de andere niet. Nou ja, sommige zijn heel duidelijk van, dat is dat pistool, dus kogels werken niet. Ja, andere dingen misschien. Stroom of vuur, ja, maar dingen. Dan zeg ik heb een stroomwapen. En dat werkt dan niet. Dus stroom werkt wel, maar een stroomwapen niet. Ja. Fuck out of here. Weet je, dat slaat. Ja, dat is, ja, echt zo. Okay, ja, oké. Je bedoelt dingen gooien. Dat is iets anders dan bijvoorbeeld. Een stroomschieter. Ja, weet, ja, je? Ja. Of een ander. En één stroomwapen is wat anders dan een, ja, andere stroomwapen. Dat soort onzin. Heb ik zoiets van, ja, maar dat is niet consistent. Dus dan had ik zoiets van, nou, oké, niemand kan tegen mijn fucking bijl of tegen mijn fucking machete. Dus toen ben ik gewoon gaan hakken. En daar kwam ik. Dat vond ik dan eigenlijk bijna nog het leukst buiten. Dat ik maar de hele tijd ben gaan hakken. Ja.
Ja, Skate en ik hebben hem allebei op de console gespeeld. Een van de problemen vind ik ook van de game. Bedoel, dit is 1-1, weet je? Dat ik moet ook wel zeggen, ik zie het nu, maar mijn PC, die mount, ik was gelijk geturnd. Okay. Dus dat is, en je kan natuurlijk je mouse sensitivity aanpassen, of sorry, je controller sensitivity wel aanpassen. Maar mijn melee, dat zag er al een stuk smoother uit, denk melee. Ik, dan dat jij melee. Ja, dat zal er nooit meer uit. Nee. Contrastief, inderdaad. Nou, weet ik niet meer wat ik wilde zeggen. Nou ja, dat het technische gedeelte op de console, ik weet niet hoe die draait. Oh ja, die ja, op nee, PC. Precies. Kijk. Je ziet gewoon, deze game is gemaakt voor de PC. Ja, dat zie je aan de menu, ja. De UI en dat soort dingen. En op kijk, die gameplay is soms, zeker aan het eind, kan die best wel heftig zijn. Dat je bijvoorbeeld in zo'n ruimte zit en dan komen de vijanden van alle kanten aan. Je ammo is schaars, dus je moet gaan wisselen tussen wapens. En dat wisselen... Ja, je abilities gebruiken natuurlijk. Hè? Die heb je ook flink geupgrade natuurlijk in de loop der uren. Maar het wisselen zit op je D-pad. En ja. Je bent gewoon aan het lopen met dit en aan het bewegen. En dan moet je naar je D-pad moet je dat wapen wisselen. Dus dat moet je met je duim. Dat is gewoon niet handig. Waardoor je de hele tijd... Ja, sterker nog, ik heb op een gegeven moment een stukje ook even mijn controller eraan gehangen. Omdat ik hem even op de bank wilde spelen met mijn vriendin ernaast. Die zou er ook wel even meekijken. Hoe deden jullie dat scan dingetje? Want ik heb die controller aan de PC gehangen. RRR. Twee keer indrukken. Twee keer de R1 indrukken. Twee keer R1. Ja, gewoon tap-tap. Want wat is één keer R1? Dan trekt hij iets aan. Ja, oké. Twee keer. Nee, ik heb daarover na moeten... Ik heb alles geprobeerd. Ja, en nee, ik heb niet gedoubletapped inderdaad. Maar ik heb alles geprobeerd. Dus ik mis één fucking knopje. Maar dat is het. Van de zit dus... Het was zo'n klein tekstje op een gigantisch beeldscherm. Dat zei van... En dat stond op R1 en R1. Dus ik dacht van R1 en nog een keer R1. Er gebeurt niks. En ik snapte... Wat moet ik dan doen? En op een gegeven moment... Omdat ik aan het rammen was, dat ding, hey, hij doet het opeens. En dat was dus dubbel tappen. En zo zit die game. Laten we even doorgaan naar de puzzels. Want eigenlijk, als je binnenkomt in die omgevingen. Hoe noem je dat ook alweer altijd? Die, complexe. Complexe. Dan zijn eigenlijk elke hal heeft een beetje een soort van puzzel. En op zich zijn steeds wel een soort van andere puzzels. Die deuren die gaan open op er zijn 3 of 4 puzzeltjes. En sommige puzzels vind ik ook wel inventief. Heel vaak had ik echt totaal niet door wat ik moest doen bij een puzzel. En je wordt gewoon niet geholpen. Ik heb een keer gehad dat het wel uitgelegd werd. Maar dan kun je het nergens terugvinden waar de uitleg is. Als je dat voorbij geklikt bent. Klopt. En toen moest ik gewoon maar weer terug. Ik denk, ik weet niet wat ik aan het doen moet zijn. En ik kan gewoon niet tegen games. Als je een half uur aan het rondlopen bent. Wat moet ik doen? Dat er dan niet een soort van geprogrammeerd iets is. Wat die op een gegeven moment zegt van. Misschien moet je even daarheen gaan. Of daar is het. Want op zich geeft hij veel aan in de map, maar soms doet hij het dan ook weer niet. Klopt. En dan zat ik vast. En de logica bij sommige puzzels, uiteindelijk dacht je altijd wel van, ja, duh. Maar... Ja, niet alleen de puzzels hoor, ook gewoon de map design aan zich verdient hier en daar echt niet de schoonheidsprijs. Het is onnodig complex af en toe. Ja. Ook de manier waarop de missies je worden gepresenteerd, zeg maar. Veel missies bestaan uit meerdere delen. Fetch quests eigenlijk wel een beetje. Hè. Praktisch alles is dat. Ja, en nou, heel veel in ieder geval. En de manier waarop jij gestuurd wordt ergens naartoe... Echt, blows my mind af en toe. Van, hé, maar wacht even, ik moet daar zijn... Maar ik moet, via welke weg moet ik nu eigenlijk gewoon? En dan, je bedoelt echt de markers, de nou, de ook puntjes. De markers, maar ook sowieso de designs van de gebieden. Ja. Het is af en toe heel erg... vaag en niet heel erg goed uitgedacht, heb ik af en toe het idee. Nou, ik heb heel vaak gehad, ik ben natuurlijk een exploration kind of guy, dat ik gewoon eventjes, ik wist wel dat ik daarheen moest, maar dan ga ik daarheen. En dan heb ik zoiets van, oké, dan kom ik, weet je, allemaal dingen. En op een gegeven moment stond ik weer bij het begin. Ik denk van, oh fuck, de game vertelt me eigenlijk letterlijk waar ik heen moet. En dat is dan voor jou niet eens echt heel erg duidelijk, maar ik had zoiets van, oké, dus ik merkte op een gegeven moment dat ik bijna werd afgestraft om te free roam. En ik had zoiets van, ja, misschien zijn er wel heel veel secrets die ik dan mis als ik niet, als ik de questmarker afga. Dat deed ik af en toe. Zat ik in een quest, ging ik volgens, ik dacht, ga ik eens even de andere kant op. Ja. Belandde ik opeens in een andere quest. Oh, echt? Ja. Wat? Ja, dat snap ik. Ja, maar dan ben je dichterbij het ophalen van een andere kennis. Zoiets bijvoorbeeld. Ja, want dan zagen we net die kennisters. Maar op een gegeven moment letterlijk. En dat is inderdaad, ik zei dat ook tegen Skate eerder al. Van nou, af en toe dan is de voice actor, die zegt zelfs, wat moet ik nou alweer een kennister gaan zoeken ergens? Ja, ja, ja. Wat hebben jullie met kennisters? En dat ik ben op een gegeven moment zelfs ergens, hier, ook net buiten, moet je 3 keer een treinkaartje gaan vinden.
Doe even normaal een treinkaartje. En dan kom je. Moet je heel meest... platform oplopen. Oh, nee, dat mag niet. Ik ga niet spoilen. Moet je een platform oplopen. Ja. En dan een soort van. Letterlijk, je loopt niet super snel. Dus dan ben je een soort van 3 minuten later ben je ergens op een platform. En dan zeg je van. Oh ja, niet dit kaartje. Je moet een ander kaartje. Ja. Moet je weer. Nou, godverdomme, doe normaal. Alles is een fast quest in die shit. En hoe langer ik er nu over heb, hoe minder lijp ik die game vind. Terwijl ik juist in het begin zoiets had van. Oh, dit is heel speciaal. En ik vind het echt heel erg tof. Dan willen we komen straks, we werken er langzaam naartoe. Je hebt het over de voice actor, hè? Ja, daar wil ik het nu over hebben. Ja. Ah, oké. Ik ben begonnen in het Russisch. Oké. Begonnen? Nou, ik ben op een gegeven moment gaan switchen. Want het ding is, ik merk dan alles. Kijk, Japanse games in een Japanse setting speel ik met Japanse voice actor. Mm-hmm. Weet je wel? Of voice acting. Chinees, Mandarijn, Kantonees, hetzelfde. Sorry. Dit schreeuwt gewoon om Russisch. Ja. En daar ben ik ook mee begonnen. Alleen die subtitles zijn heel klein. Die zijn zo klein dat ik op een gegeven moment. Ik kan het verhaal niet volgen. Nee. Het is redelijk gecompliceerd, complex. Dus op een gegeven moment ben ik maar gewoon geswitcht naar de Engelse voice acting. Mm-hmm. En dan krijg je opeens zo'n. Duke Nukem-achtige. Ja. Happy. Weet je, beetje die, quirky dude. Ja, terwijl die Russische voice acting juist gritty is. Want, ja. Nou, die is een stuk van. Dat is gewoon wat robuuster, wat passender in deze. Nou, moet ik wel setting. Zeggen, mijn vriendin die verstaat Russisch. Dus die zei wel dat het wel vrij letterlijk vertaald was. En ik zie ook, ik heb net eventjes wat reviewtjes gelezen, dat heel veel mensen vallen over. En misschien is dat ook een beetje tijdperk. Over het commentaar. Het is een beetje seksistisch. Het is een beetje een bullish gast. Het is een lul. Ja, het is een Duke Nukem. Vandaag de dag kan het niet meer. Ik kan je vertellen, in Rusland is dit nog vrij normaal. Deze game is 100% niet woke. Ik bedoel, je hebt een bepaalde. Oh ja, je hebt zo'n kastje waar je upgrades doet. Dat is een vrouw en dat is redelijk erotisch allemaal wat er gebeurt met dat kastje. Ik vind het grappig, ik vond het letterlijk leuk. Het is een koelkast. Ja. Nee, sorry, dat is een verkeerde woord, want dat ga ik niet aan vrouwen. Het is een toolkit machine, wat dan ook. Stop dat is dan in een vrouw. Me, weet je wel. Ja, pak het eruit. Ik vind spuit dat wel grappig, maar je ook dat soort dingen. Ja, ik moet er wel om lachen, weet je wel. Maar ik denk dat kijk, Russen, die zijn natuurlijk, dat is ook misschien moeilijk om dat over. Dat is natuurlijk onze indruk van Russen. Maar het zijn niet alleen maar Russen die aan deze game hebben gewerkt. Nee, maar het is gewoon. Dus niet alles hoeft nu woke te zijn. En dit is denk ik, net zoals dat het ergens kritiek is op Rusland, is het ook kritiek op wokeism en op wat andere dingen, denk ik. Misschien ook wel wat jij net zegt, hè, met die questmarkers. Niet inderdaad alles. Het komt nu veel te vaak voor in games. Dat je bent nog geen minuut bezig met een puzzel. En ze zeggen al, de characters die laten al via voicelines weten van, oh, ik denk dat het daar hangt. Ja. Weet je, dat heb je heel vaak in games tegenwoordig. Ja, God of War, heel veel Sony. Eigenlijk elke Sony game doet dat. Dat is meer het Sony-syndroom. Maar dat het daar ook een beetje kritiek op is. Dat hoop je dan eigenlijk, omdat ze dan ik denk dat het wel richting het eindoordeel gaat. Of dat nou inderdaad bedoeld is. Of dat het gewoon dat ze te veel ambitie hadden. Maar deze gast is al vanaf het begin klunky. Dat is ook een beetje zijn verhaal. Van. Hij is disgruntled. Hij is niet happy. En dan moet hij deze shit doen. En dan elke keer, weet je wel, die kutpuzzels weer van. Laat me raden. Er komt zeker weer een kutpuzzel aan. Ik vind het grappig. Ja, ik vind het. Ja. En ik bedoel, het is niet, zeg maar, het gaat niet een Oscar winnen of zo. Maar het is wel consequent. En om daar nou een game. Zo van ja, maar hij is wel heel erg grof in zijn bek. En dat stoot me af. Dat ik, ja, maar fuck die mensen. Weet je, dat zijn inderdaad gewoon light-hearted millennials. Even goed als jij. Als jij gewoon. Kleine subtitles kunt handelen. Russische vet, ja. Speel het alsjeblieft gewoon met de Russische voice acting, want het past veel beter bij deze setting, zeg maar. Absoluut, ja. Ja, multiplayer en dat soort dingen zit er niet in. Het is gewoon het is een soort van semi-open wereld waarin je ook nog wat sidequests kan doen. Als je die brug bijvoorbeeld helemaal gaat clearen in de allermoeilijkste mode, dan ga je daar zeker wel problemen mee hebben. Het is een moeilijke game. Het is zeker geen makkelijke game. Ik moet zeggen, ik ga bijna nooit echt dood. Maar ik ben wel de hele tijd zo van, al mijn health op na 3 fucking mannetjes. 3 van dit soort guys, die kunnen je echt in één keer een soort van 4 health kits murderen. Die granaten gooien ze inderdaad. Dat is het, en dat vind ik dus ergens wel knap. Ze hebben niet, vooral die dingen, die kunnen
springen. Ze kunnen springen en schieten. Ja. Af en toe dan staan ze gewoon klaar en dan schieten ze. En dan schieten, soms schieten ze wel vier, soms schieten ze maar één keer. Het is onnavolgbaar wat sommige characters doen. En ook die special robots, die zwarte die draaikicks. Af en toe is het ook wel... Of een schildje? Ja, Jezus Christus, als die robots nog schilden en andere upgrades ook nog eens krijgen, dan wordt het helemaal... Nou, dat bedoel ik. En dan zie je weer dit soort minigames. Er zit zoveel in die game. Er zit extreem veel in. Belachelijk. Ja. Maar het lijkt dus wel, ze hebben een soort van... Oké, laten we 400 puzzels bedenken en die in een open wereld action RPG stoppen. Het is heel vreemd ook wat er af en toe schiet zo vreemd wat er in die game gebeurt. Kijk, aan de ene kant denk ik dat we, als we straks naar de conclusie... dat je kunt zeggen van, ze hebben te veel gewild, weet je wel, waardoor niet alles goed is afgewerkt. En toen dacht ik op een gegeven moment ook van, maar wacht even, ik heb bijvoorbeeld Assassin's Creed gespeeld, of andere open wereld games, waarin ik op een gegeven moment drie dezelfde dingen de hele tijd aan het doen was. En hier, inderdaad, elke puzzel is weer totaal anders. En dan, oh fuck, dan ga ik dit doen. En dan weer een stukje platformen opeens en dan weer een paar uur niet. Ja. Het is heel rijk. Moet je nou gaan zeiken dat niet allemaal goed is uitgewerkt? Of moet je juist zeggen van, kijk, ze proberen je wel te verrassen. Ja. In alles, het is niet altijd goed gelukt. Er zit bijvoorbeeld op een gegeven moment een soort van eindbaasachtig iets. Dat is een beetje zo'n harig wezen. En daar geven ze dan aan van... geen eindbaas, maar gewoon... Een vervelende motherfucker. En daarvan zeggen ze van... deze kogels en zo, dat vindt hij, dat kan hij allemaal wel handelen. Doe het met melee. Nou, ik met melee... deze is het. Ja. Dat gaat een heel klein kutstukje gaat ervan af. En ik was er 10 minuten aan het hakken en er gebeurde niks. En ik had zo'n record launch. Ik denk, dat doe ik gewoon met de rocket. Bam, in één keer dood. Dan denk ik ook van... Ja, dat heb ik ook wel eens gehad. Weird, weet je wel. Van, dan moet dat ook niet werken. En dan zeggen ze ook van... take advantage of its weak points. Nou... Skate kan dit vertellen als expert in weak points. Ik heb hier geen weak point. Het is gewoon, je hakt gewoon en het gaat er vanaf. Ik heb niet echt naar weak points zitten kijken. Nou, de weak points waren geloof ik fire bijvoorbeeld. Harige beesten over het algemeen hebben altijd fire als weak points. Okay. Die kunnen in de fik. Weet maar je ze wel? Vertellen je niet hier heel erg soort van. Want je kan dus die scan gebruiken. Wat het soort van ongeveer een halve minuut duurt voordat je dan de weak points. En dan ben je al lang dood. Dat weet je dus voor de volgende keer. En dan keer, de hele tijd deze sequentie, weet je wel. Van niet een keer een ander. Ja, wel steeds andere knopjes hoor. Nou, okay. Dat heb ik sommige wel, meestal niet. Had ik in ieder geval. Vaak was het, en dat kreeg ik er handigheid in, dus dat vond ik juist wel fijn. Maar ja, dit is wel, het ziet er wel weer heel breed. De monsters en zo, ik vind het allemaal wel weer heel tof gemaakt. Dus esthetisch gezien is dit wel echt een hele sterke game. Ja, heel dat apart. Is het van, heel eigen, ja. Het wapperde mij het hele weekend van intens plezier en genot naar... woede en frustratie. Moet ik even kijken wat er linksboven is. Locate Claire's arm. Weet je, dat left arm. Weet je, dat soort dingen krijg je dus de hele tijd. Je moet de hele tijd op zoek naar onzin. Ja. Dat is wel echt... Ik vind echt mijn grootste, afgezien van dus de bugs hier en daar... Ja. Is mijn grootste ergernis van die game gewoon... Het generieke mission design. Of ja... De gameplay loop is gewoon de hele tijd achterhaald. Ja, maar tegelijkertijd is het ook een beetje inherent aan dit soort games. Hè. Ja, maar je kan het verbloemen of zo. Ja. Het voelt in andere games... In Bioshock gebeurt het hetzelfde. Maar daarin heb ik ten eerste... de oude Bioshock. Ten eerste idee dat het meer verbloemd wordt. Door wel zowel level design als gewoon hoe je... letterlijk bijna een soort van copywriting. Een soort van hoe verpak je de message van wat je nu moet gaan doen. Als het locates Claire's left arm is, ja, dat is één keer leuk. Maar als je dat met een treinkaartje al een keer hebt gehad en met canisters en nog een keer met canisters. Je kan het, alles is dat. Bring back Claire. Maar weet je, het is de hele tijd dat. Misschien zijn ze in Rusland nog niet zo ver. Ik bedoel, nee, het is een grapje natuurlijk. Maar het klopt, het is... Ja, maar op een gegeven moment had ik ook het idee van, het is Half-Life. Met de missies. Maar die gameplay van die tijd. Het is... Dit snap ik trouwens ook niet. Die slowdown. Hè? Ja. De freeze. Maar dan nemen ze bijna geen damage. Dus het enige waarvoor het voor het is. Dat stilstaat. Is slowdown. Ja. Maar daar kan je ook telekinesis ervoor gebruiken. Ja. Of shock, als je die hebt uitgewerkt. Dan staan ze ook stil. Ja. Dus deze hele power heeft weinig om het lijf. Ik heb eigenlijk ook alleen maar shock gebruikt. En voor de rest ben ik mijn character gaan maxen. Gewoon zodat ik zoveel mogelijk mee kon nemen. En de rest heb ik allemaal niet gebruikt. Wat eigenlijk wel jammer is. Je hebt een hele grappige. Dat is de Polymer Jet. Dan kan je dus gewoon
buddy, ja? Gewoon heen en weer. En dan kan je mee doen wat je wil. Je kan het of in de fik steken, of ja, je kan het elektrocuteren. Dus zo kan je, in principe is dat een hele interessante gameplay mechanic. Mm-hmm. Maar er wordt nergens in die game heel erg soort van, je kan in principe alles op elke manier uitspelen. Dus ja, of stealth, of met één power, of wat dan ook. Dus, exact. Nee, maar dat is het. Dus die, ja, maar je, kunt wel, je kunt er wel vrolijk op los experimenteren. Want alle punten die je volgens unlocked, die kun je, je kunt gewoon respecken zonder ja, punishment, los, zeg maar. Ja, dat, je kunt dat vind alles, ik fijn. Ik vind het en cheaten, maar ook fijn, want je kan er even kutten. Nee, maar ja, het is cheap, het is easy. Een goede game zou ervoor zorgen dat je al die dingen die je kunt doen ook daadwerkelijk moet gebruiken op specifieke manieren. Nou, niet per se moet. Ik vind het heel leuk dat je dat vrij, dat je daarin vrij wordt gelaten. Maar het moet sommige, weet je, het moet wel, alles moet sens maken op jouw manier. Weet je, alles soort van, als je die jet gaat gebruiken. Ja, maar dat is heel omslachtig. De mechanic is super tof. Maar een soort van ergens een soort van, weet je, dynamiet dingetje naartoe gaan leggen. En het van een afstandje proberen af te steken. Terwijl je eigenlijk gewoon ook daar naar binnen kan gaan en gewoon boom, boom, boom. Of chak, chak, chak doet. Ja, ja, dat voelt dan een beetje dommig of zo. Ja, wat hebben we nog meer? Nou ja, kijk, we hebben die game nu wel gesproken. En dat is het. Soundtrack, goede soundtrack. Ja, die, van precies, de maker van Doom. Ja. Gordon, inderdaad. Hebben echt heel vet gedaan. Ja. Zowel, en Russische lieden erin die authentiek zijn. Daarom? Dat mijn vriendin zei. Authentieke dat Russische zijn, muziek, propagandamuziek, ouderwetse klassieke muziek. Er zit dus heel veel van zijn eigen score met dus oude Sovjet-synth. Of Sovjet, gewoon Russische synthesizers. Dat zijn oude liedjes, ja. Ja, nee, maar ook gewoon OST, de original music is dus ook gemaakt met een soort van hele vibey stuff. Af en toe zitten er gewoon wat hitjes in hier en daar. Onze fullscreen is uitgegaan, dus die moet je weer even aantrekken, aandrukken. En dat de original songs, dus ik vind dat heel sterk. Nou ja, maar dat is het van, het is, ja, wat zeg je, dat heen en weer van, het is het insane magische wereld met een best wel tof verhaal die af en toe op zijn beste momenten gewoon Bioshock of een Fallout kan benaderen. En dan ook een half uur later dondert, straalt het ook weer helemaal eventjes in elkaar. Dat ik denk van, jezus, wat is dit voor kutspel, weet je wel. En dan 10 minuten later, want ik wilde toch doorgaan, omdat die wereld is zo mooi. Ja. En dan in één keer heb ik weer een waanzinnig moment. Ja. Dus hoe ga je dit in hemelsnaam beoordelen? Want ik had het in Bieven Maandag al over. Ik zei tegen Skate, ik wist niet wat jullie met de open review hadden gedaan, want die hadden die eerder opgenomen. Ik zeg, deze game gaat 4 scoren en 10. Ja. Exact is wat er gebeurd is. En het heeft te maken met, hoe weet die wereld je te pakken? En ben je bereid om de nukken van deze game te pikken, te accepteren? Want deze game is verre van flawless. Maar je hebt heel vaak games die verre van flawless zijn en toch heel veel plezier geven. Nou, het is gewoon heel eigen. En, het is dus, en dat qua dat, juist misschien zelfs wel het feit dat het niet helemaal smooth loopt. Dat weet je, dat sets it apart van super gelikte, saaie commerciële triple E dingen. Je merkt inderdaad gewoon van, hier zit gewoon heel veel eigenheid in. Zeker. En ik heb inderdaad een soort van die gamebel is gewoon weggelegd. Ik van, Jesus Christ, ik heb niet weer zin om een treinkaartje daar en daar te zoeken. Ik laat me maar even zitten. En dan 2 uur later of zo, dan lag ik in bed. Dat ik zit van, oh ja, ik heb wel weer zin om morgen fucking Atomic Heart te spelen. Ja. Of dan lag ik erover na te denken over wat er nog zou gaan komen. En, oh, dit ook. Ja, precies. Het is zo'n vreemde game. Ja. Dat je soort van, hier moet je dus die dingen op het plafond. Had ik ook even niet door. Daar kwam ik ook na 5 minuten pas achter. Dus dat snap ik. Ja. Dus je moet je eens doen. Maar dan dacht ik van, oké, dat is weer een wave gecleared. En dan ga ik wel binnen zitten. Ging ik zitten wachten op die canister die zo gevuld werd. Terwijl er ondertussen alweer gewoon, dus je kon het ook gewoon 1 voor 1. Je kon het ook bijhouden. Want op een gegeven moment is hij gewoon de machine dood. En dan moet je alles dus nu hier opnieuw gaan restarten. Maar je kon dus ook gewoon rondlopen in die zaal. En gewoon de hele tijd gewoon, als er eentje een beetje op rood ging, gelijk al doen. En dan kwamen er geen vijanden. Heel weird. Ja, nou, maar dat is die game, leg je niks uit. Nee, inderdaad. Want ik ben inderdaad ook naar beneden gegaan. Of heel karig. Ja, wait for the canister to fill. Ja, oké, hoe dan? Ja. Ja, ik ging er ook bij staan op een gegeven moment. Ik zie niks vullen. Ja. Is dat ding niet al vol? Nee, dan zie je op een gegeven moment, alles is rood. Dus ik van, oké, overal drukken in die ruimte. Nee, oké, dan ga ik naar beneden. Toen dacht ik van, oké, ik moet nu gaan uitzoeken. Wat doen? Word ik aangevallen? Ik denk, what the fuck, gast? Laat me even met rust, want ik moet uitzoeken. Hoe kan ik nou ander dingetje hiervan, hè? Dus je zag die bloemvogels. Die bloembeesten die zo waaien. Ja, ja, ja. Die kunnen, die hebben dus, die komen uit zo'n muur of grondbloem. Ja. Die je daar dus in de foliage ziet liggen. Kijk, je ziet ze nu vliegen. Die komen dus uit dingen die op de tafel staan. En dat zijn er in principe maar een stuk of 8 door die hele ruimte. Ja. En die beesten, als die dan bij een lijk komen, dan kunnen ze het resurrecten tot een organic bloemenkorps. Bijna zo'n klikker uit Last of Us.
ik heb een soort van gekke gamer die ik ben, heb ik eerst al die bloemdingen op de tafels heb ik kapot gemaakt. Is vaak wel de beste aanpak. Ja, maar daarvoor heb ik dat zijn meer polymers en een soort van biomaterial waarmee ik kan craften. Maar dan zou je dus zeggen dat daarna er geen bloembeesten meer kunnen vliegen. Mm-hmm. Okay. Maar dat was dus niet zo. Dat was heel jammer. Ik had zoiets van jammer. Waar kwamen die dan vandaan? Geen idee. Die hebben gewoon uit squad, weet je. Dat vond ik dan dus weer jammer. Ik had zoiets van oké, dus nu is het plot device. Kijk, nou, dit wordt een hard time, hoor. Ja. Oh ja, nou, die heb je genoeg staf. Maar oh, de vier zelfs. Maar dit is het dus ding. Nu wacht je en nu ga je ze hakken. Maar ja, ze gaan toch wel. Maar ze pakken minder damage. Het is zo. Dit was trouwens ook een leuke puzzel. Dus soms moet je echt wel nadenken. Sommige puzzels zijn echt heel erg cool. Ja. 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 Wat ik ook wel wat ik tof vond aan deze game, maar het maakt het ook niet helemaal makkelijk, is dat dat als je iets kapot maakt, dat het ook weer gemaakt kan worden door vliegende robotjes. Of als je niet door hebt dat waar die bloembeesten vandaan komen, dan blijf je maar aangevallen worden. Ik vind het maakt het wel. Die gevechten soms wel strategisch. Van oké, wat ga ik nu eerst uitschakelen? Misschien kan ik eerst maar beter even weer al die. Die bloemen even kapot maken, zodat daar die beesten niet uitkomen. En dan neem ik die en dan ga maar ik soms die soms is het dus zo smart. Ja. En soms is het gewoon lukraak, gewoon hakken. Ja. Dus ook bij dit soort gevechten trouwens, meerdere keren, dan komen er soms 5, 6, 7 bots achter je aan. En dan krijg je weer dat typische gamey gebeuren. Jij loopt die deuropening door. En die bots komen niet verder dan die deur. Ja. Dan kun je ze gewoon één voor één even chappen, weet je wel. Ja, voor mij is dat heel chill. Want inderdaad, als het te moeilijk is, dat klopt. Ja, dat is heel gek. Maar dat is niet dat, de bedoeling. Maar inderdaad, zijn van die rare... En ze lopen dan terug. Tot aan die deur. En dan lopen ze een beetje op en neer. En dan kun je af en toe gewoon... Oké, nu ga ik maar even schieten. Soms komen ze ook wel er doorheen, hoor. Maar het viel me wel op dat er best wel vaak van die momenten zijn dat de bots dan niet door die deur komen. Dan is er weer die onzichtbare... Ik ben ook een paar keer een game-breaking bug, hoor. Dat het ik gewoon weer helemaal overnieuw moest. Ja? Stond ik in een lift en het deed gewoon verder niks meer. Of dat heb ik dus ook vaak, maar het is niet game-breaking. Want je moest gewoon je safe... Mijn safe, sorry. Dat heb ik ook meerdere malen gehad, inderdaad. Dus de game is gewoon niet af. Ik moet wel heel eerlijk bekennen, het zijn wel allemaal dingen die als ze... capabel genoeg zijn. En volgens mij zijn ze dat, kunnen ze dat de komende paar weken... Patchable. Niet allemaal, hoor. Niet allemaal. Ik bedoel, game design, level design... Dat niet. Weet je, dat ga je niet patchen. Ik heb het over de glitches en de bugs die er gewoon in zitten. Wat blijft staan is inderdaad gewoon een game die aan de ene kant ouderwets is en aan de andere kant ook weer qua magnitude en qua graphics ook wel weer heel erg next gen aanvoelt. Het is een game. Ik heb er nu denk ik 25 uur in zitten. Ja, dat is grappig dat jij hem al bijna uit hebt gespeeld. Ja, daar. Maar ik ben wel aan. Ik heb hele stukken op een gegeven moment gewoon allemaal te laden. Ook omdat ik het einde wilde halen voor de review. Ja. Ik heb er ook zoveel uur. En ik denk dat ik op de helft ben. Ik denk dat je makkelijk 70 uur in die game kan stoppen. Nee. Ja, zo 50. 40, maximaal 50. Als je alle sidequests erbij wil doen en je neemt gewoon je tijd. Dan er zijn niet echt sidequests achter. Het is vooral, je kan meer verkennen. Ja, de blueprints, de wapens. Precies. Extra tech en noem het allemaal op. Maar is de game dat waard? Is de game 70 Nou, laten we 70 of 80 euro. Ja, ik denk het wel. Ik denk dat het zo'n eigen smoel heeft, daardoor al waard is. Inderdaad, veel van onze dingetjes, het is gewoon heel schizofreen. Maar er zijn zoveel games die uitkomen die heel erg ouderwets voelen. Ik denk serieus dat onze doelgroep, dat zijn over het algemeen best wel doorgewinterde gamers, dat die de problemen die de game heeft kunnen oplossen. En ermee kunnen leven. Ja. Als je een minder geoefende gamer bent, dan kan je er helemaal op stuk. Want de game neemt je echt nergens aan het handje wat dat betreft. Maar de ervaring... Insane. Bizar. Ja, het is zonde dat die game technisch... Dan was het een sublieme game. Dan was het een sublieme game geworden. Ja. Maar dat is het zeker inderdaad gameplay-wise niet. Ja, hoeveel ervaring je ook... hoe doorgewinterd je ook bent... Iedereen, maar dan ook echt iedereen... zal minstens een paar keer super gefrustreerd deze game uit willen zetten. Want dat doet deze game helaas. Zeker in technisch opzicht. Ook wat level design betreft, ook eventueel wat de Engelse voice acting betreft, die is ook niet voor iedereen. Maar daar staat wel meer dan genoeg tegenover om een hele playthrough en daarmee ook een
het volle pond, zeg maar, te rechtvaardigen. Ik vond dit trouwens wel een heel tof moment, omdat je hebt op dit moment nog niet door. Je denkt dat dit alleen bij jou gebeurt. Ja. En terwijl dit dus het hele land is op dit moment in deze chaos. Okay. En dat wordt eigenlijk pas wanneer je buiten komt, had ik dat idee van, oh, maar wacht, eigenlijk dat moment dat ik hier nu neerstortte, gebeurde dat met iedereen in het hele fucking land. En dat is waarom, want nu ziet alles net, hè, je vloog net, toen zag het er allemaal nog idyllisch en nice uit. Oops, en deze, dit is ook, ik vind het zo'n cool design van dit is je main bad enemy de hele tijd eigenlijk. Ja. Die komt er het meest voor, die robots. Zo cool ontworpen. En ze bewegen ook zo awkward. En dat deed me af en toe een beetje denken aan Alien Isolation, waar je ook zo'n witte robot die af en toe heel statisch... Zit vol statisch. Met coole cosplay types. Ja, die vrouwen aan het end die helemaal in het staal zijn, weet je. Oh, fuck man, bijna sexy gewoon die chicks. Zeker. Oh ja, zeker. Die booties zijn... Die booties zijn echt heel goed inderdaad. Dus, nee, maar daarom, het design van deze game is echt heel vet. Maar je gaat gewoon zoveel hele waanzinnig vette momenten hebben. Het kan scenery zijn, het kan een vijand zijn, het kan een puzzel zijn die heel tof. En er gaan momenten komen dat je denkt, fucking wat een ouderwetse kutgame. Wat een scheidgame ben ik aan het spelen. Ja. En je moet niet vergeten, hij komt dus overal uit. Deze staat ook op Day One op Game Pass. Ja, super tof. En dit is wel eigenlijk, denk ik, een van de eerste games dat ik denk van, dit is echt een wat grotere titel. Precies, dit voelt niet meer als een Game Pass game. Nee, dit is geen Game Pass game. Dus, en inderdaad, Lies of P komt er straks aan. Er komen nog allemaal van dat soort, dat ik denk van, oké, dat begint dat nu ook een beetje te vullen. Maar je kan hem overal op spelen. Ook toch op de last gen volgens mij, hè? Ja, maar PlayStation 4 en Xbox One, maar of je dat nou wil, want ik heb op de PlayStation 5 gespeeld en ik moet zeggen, ja, er waren ook gewoon echt scenes met, en daar hadden we het in een open review met jou over, dat er van die vorige heftrucks rondrijden heel snel. En je ziet ze gewoon stuiteren door je scherm. Dat je denkt van holy shit, dit is gewoon niet een framerate van 15 of van 10 zelfs. Dat was heel gek, zag dat eruit. Dat was niet oké. En het zat af en toe ook in mijn cutscenes. Gewoon diezelfde rare stotterende objecten. Niet eens de hele scherm of de hele gameplay, maar alleen één object dat deed. Dat was heel gek inderdaad. Dus ja, technisch. Want ik dacht in het begin... dat het eerst aan mijn laptop lag. Maar toen ik eenmaal binnen was, dat het wel heel flawless was. En dat had ik ook tegen jou gezegd. Ja. Maar later gaandeweg kwamen er toch echt wel wat... eigenlijk best wel veel kleine gebreekjes aan het licht. Wat wel echt een smetje is. Ja. En dat maakt dat het uiteindelijk een game is van een relatief nieuwe studio... en niet van een doorgewinterde studio. Ja. Ja. Maar... Wat? Ik vind dat ze wel een maar ze leveren wel een hele bijzondere prestatie. Dat sowieso. Absoluut. Atomic Heart dus. Een game met magische, krankzinnige momenten. Afgewisseld weer met krankzinnige, negatieve momenten. Maar dat zit er allemaal in. En volgens ons toch eigenlijk uiteindelijk toch wel het spelen waard. Juweeltje.